Joost, ja. Tweede jaar, Open Monumentendag. Vorig jaar was er nog niet jenever of zo, hè? Nee, dus langzaam krijgt het vorm, hè. Dus we hebben de ketel hier mogen plaatsen. Nu is het nog wachten op de laatste toezeggingen. En dat is? Ja, de vergunningen en bestemmingswijziging. Maar dat zit er echt dit najaar aan te komen. En zijn jullie nog meer van plan hier? Nou ja, zeker rondleidingen geven vooral. Hè. Dus kenbaar maken bij het publiek, bij lokaal en bij scholen en bij iedereen die dat leuk vindt. En bij de jeugd. Is er vandaag veel animo geweest? Het was vanochtend ontzettend druk, ja. Ik vind het heel mooi dat jullie je er zo in vastbijten dat dit van de grond gekomen is. Ja, anders heeft het geen kans van slagen. Hè. Nee. Het is gewoon met zoveel partijen te maken, maar ja, aanhouden wint.